Een hele goede morgen. Welkom in Hilvarenbeek bij de Sint-Petruskerk. Op de rand van het Vrijthof, waar ze de kermis aan het opbouwen zijn, loop ik de laatste etappe van het Brabants Vennepad van Hilvarenbeek dus naar Oosterwijk. Loop lekker mee! Met de oversteek van de provinciale weg naar Tilburg gaan we weer landelijk lopen, want Hilvarenbeek laten we nu achter ons. Dit bijna onogelijke beekje heeft ook een naam, de Spruitenstroom. Die gaan we verderop ook nog een klein stukje zien, maar hier voor het eerst. Veel te warm. Nog steeds wat dingen uitdoen. Kom, gaan we weer. En na de spruiten hebben we hier de bieten waarschijnlijk. De roodloop, ook een heel langzaam stromende beek. Deze boerderij lijkt wel op een type langgevel. Een stal achteraan, een schuur in het midden en een woonhuis aan de voorkant. Alleen de schuur heeft geen deur. Ja, dan is het niet een langgevelboerderij. Ook al lijkt het erop. Dit kanaal herkennen we nog, hè? Ik liep het van Breugel naar Sonsbrug over bij de Dommel. Het Wilhelminakanaal. En ook hier gaan we er een stukje langs de roeibaan van Tilburg. Het Wilhelminakanaal laten we achter ons. We gaan de Kerkeindse Heide op. En ook dat ziet er prima uit. Kijk maar. De A58 over tussen Tilburg en Eindhoven. Onze eerste fan vandaag, het Baksven. Dus vanaf het pad helaas bijna niet te zien. En er zit prikkeldraad omheen, dus daar kunnen we niet dichterbij dan dit. De houten hangbrug over het watertje wat heet de Voorste Stroom. Dan zal er ook wel een achterste zijn. En weer terug over de Voorste Stroom, nu in zuidelijke richting. Niet over zo'n spectaculaire hangbrug, maar ook dit is natuurlijk mooi. Eindelijk een ven wat wel goed te zien is, niet heel groot. Het Schaapsven. Ik kan me voorstellen dat hier vroeger de schapen werden gewassen. Ja, ik hoor bevestigend gekwaak. Door de bomen is het misschien net wel of net niet te zien.
het Keelven en nog iets verder het Galgenven. En dat zal alles te maken hebben met dit gebiedje, het zandverstuivingje wat heet Pierenberg. Hier waren vroeger de galgen, dus de kwaaienpieren waren vervolgens zo dood als een pier. In deze Mariakapel kan je wel tot bezinning komen, maar niet tot rust, want het ligt pal aan de weg. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben. Hoge Braken, het landgoed gaan wij in. Qua vennen kan ik deze etappe helaas niet aanraden. Ook al is dit een interessante etappe qua afwisseling. Geen saaie stukken, maar vennen staan wel op de kaart, maar zijn zo ver van de route af dat je ze gewoon niet kan zien. Dat is wel jammer. Dus alleen de schaapsven heb ik goed kunnen zien. En misschien dat we het volgende ven dan ook nog kunnen zien. Kijk dan, dit is gaaf. Zo een hoogvarend plateau. En zo dicht. Ah, oh, dit is echt lekker. Kijk eens, gaan we zelfs stijgen. Nou ja, dat was het alweer. 2 meter hoog, jongen. Bergachtig. Eindelijk weer een ven wat te bezichtigen is. Het Rietven hebben ze het genoemd. Het had net zo goed het Lelyven kunnen heten. Moet je eens kijken, al die waterlelies. Maar oké, achterin groeit ook wat riet. We lopen hier op het landgoed de Oude Honsberg. En deze plek is het geografisch middelpunt van Brabant. Pal aan de Reusel die we weer overgaan. Die zien we vandaag niet meer. Die stroomt even verder in de achterste stroom. Dat betekent dat wij zo'n beetje aan de laatste kilometer van de etappe toe zijn. En ook de laatste kilometer van het hele Brabantse vennenpad. En na het landgoed de Oude Honsberg komen we in de Oosterwijkse vennen en bossen. Het kringetje is bijna rond. En dan hebben we nog 1 ven te gaan. En dat is het Spijkven achter het bezoekerscentrum. Ook een mooi ven met lelies. Dat maakt een einde aan 12 etappes, 257 kilometer van het Brabants Vennenpad. Verleidelijk om een tweede ronde te gaan doen. Maar nee, er zijn nog zoveel andere mooie plekjes in Nederland die ik eerst ga zien. Bedankt voor het meeleven, bedankt voor het meegenieten. Tot een volgende keer op een ander pad.